Ahora, Silly in the building. Ja, mensen, ik ben weer met een nieuwe mukbang. Ja, en zoals jullie kunnen zien, vandaag heb ik weer iets lekkers in huis. Ik heb Ernos. Ja, ik heb Ernos. Ja, mensen, Ernos is te lekker. Want met deze mukbang moest ik iets comfort hebben. Het pakt me heel hard. Dus de thema. Kom ik even 1 seconde. Ik heb kip van Ernos en een patatje oorlog. En zoals jullie kunnen zien, ik heb mijn Curaçaose vlag hangen, mijn t-shirt aan. Want het thema van vandaag is: wat gebeurt er met Curaçao? Mensen. Dit is erg, als ik je zeg. Dit is erg. Ahora. Oké. Dus dat is het thema. Wat gebeurt er met Curaçao? Ik heb gisteren. Nee, vanochtend. Iets heel ernstig. Vanochtend vroeg zelf. Vroeg. Moeten luisteren over de Girobank daar. En we gaan er zo meteen over verder praten. Want I need some comfort. En ik heb honger ook. I need some comfort food. Let's talk about this, mensen. En natuurlijk. Oh, mijn cocktail is on, mensen. Lavish. Dus we gaan het een beetje bespreken. Ik heb zo net de persconferentie. Van die hele Giro-situatie. Tussentijd gaan we eten. Gehoord. Mensen, ik zeg het je. Garçon, doe die ogen open. Het is now or never, vind ik. Ik snap, ik ben in Nederland. Sommige mensen zeggen, wat heb je te praten? Je hebt geld bij de Giro. No, laten we praten, mensen. Dit kip van Ernst is zo lekker. Mensen, deze mensen bakken de kip vers elke dag. Geen grap. Elke dag verse kip. Ernst. En ze hebben een goede prijs. Ernst. Jullie prijzen zijn goed. Ga die prijs niet omhoog doen, ja? Don't kill the vibe, oké? Don't kill it. Ja, mensen. Over Curaçao. Ik heb de persconferentie gekeken. Ik heb de situatie gekeken. Gisteren. Bij de bank zelf. Mensen, ik zeg het je. Luister goed. Ik heb notitie gemaakt, hoor. Ik wil niet alles vergeten wat ik wil zeggen. Weet je wat betekent? Dat je zit. Oh nee, je zit nog, sorry. Je staat in een supermarkt om je boodschappen te betalen. En dan zeggen ze je: oh, mevrouw, er is niks op je rekening. Er staat niks op je rekening, je kan niet betalen. Wat? Laat me je uitleggen. De mensen staan in de supermarkt. Ja? Kunnen niet betalen. Dan heb je een situatie. Dan denk je van, ik heb toch geld op mijn rekening. Dan zijn die mensen naar die bank gegaan. En dan krijgen ze te horen. Er is een situatie. En die zullen daarna nog verder horen. De mensen waren boos. De mensen waren woest. De mensen waren weten. What is going on? Wat gebeurt hier? Ik wil mijn geld. Gelijk. Een man en een dame. Een oude dame gingen plat op de grond zitten bij de deur van Giro. Die deur mocht niet dicht. De mensen werden door politie weggeduwd. Wat ik zag. Oké? Okay? Gesjommeld daar.
Zonder geld. Ja. Als je me kent, ken je me. Ik zou precies daar gelegen hebben. En niet ik alleen. Mijn hele familie. Want hoe kan ik die boodschap gaan doen zonder geld? Hoe kan ik die brood gaan kopen zonder geld? Leg die band euro, leg me uit. Oké dan. Nou, heb ik notitie gemaakt. Want ik heb die man horen praten, hè. Die Bob Tra. Tra-ta-ta met jou. Arakaka met jou. Want hoe kan jij in godsnaam en weten, of jullie, kunnen over deze situatie al 7 jaar al weten? 7 jaar! Nou, kom maar met die rapport, hè. Kom maar alsjeblieft met die rapport. Om te laten zien wat jullie hebben geprobeerd te doen in die 7 jaar. Om deze situatie te helpen. En volgens mij hebben jullie geen gedaan. Geen kaak. Want kijk hoe ver het is gegaan. En dan zeg je, je kan je voorstellen. Nou, weet je wat ik mij kan voorstellen? Dat jouw geld op jouw rekening niet op nul staat nu. Mensen. Curaçao. Corso. Doe jullie ogen open. Ja? Doe jullie ogen open. De economie in Curaçao, hè, is zo verschrikkelijk. Het is gewoon schandalig. Van, wat heb ik nog meer gezien? Bob Tra. Rakaka met jou. Kan ik zeggen. Nou. Deze vond ik het mooiste. Wat hij zei in die per. Mensen. Ga niet te geld voor geld lopen pinnen. En op straat lopen. Want je maakt het een gevaarlijke Hoe weet je het al? Oh, Bob Tra. Als jij weet al. Als jij nu kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat die mensen al hun geld gaan weghalen van je bank. En op straat gaan lopen en die mensen kunnen beroofd worden. Kon je ook weten dat dit shit zou komen. Toch? Je bent voorspelser nu. Dit is schandalig. Jullie zijn heel nuchtig. Ik vond jou nuchtig. Over deze situatie. Ik vond u en uw andere collega's heel erg nuchtig. Want kijk, december komt eraan, hè. Mensen, december komt eraan. En dan wil je mij zeggen dat jullie mensen een dik makak situatie hebben neergezet. Jullie moeten jullie schamen. Schaam jullie tot in jullie merg. Schaam jullie. Nu maar kijken wat ik nog heb gezien. Nou heeft hij gezegd in die pers. Dat per persoon krijg je 10.000 euro. Dus het ligt eraan hoeveel geld jij hebt op je bankrekening. Rekening daar bij Giro. Als jij onder de 10.000 hebt, dan krijg je je geld. Maar als jij boven de... Mensen, luister dit. Je gaat flauw vallen. Als jij boven de 10.000 hebt, ja, dan krijg je alleen die 10.000 en de rest wordt in beslag genomen. Oh, Jesus. Curaçao, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe, Curaçao? Mensen, het is tijd om op te staan. Het is tijd om op te staan. Dat betekent de rest van het geld. Ik kon die hele pers niet helemaal luisteren, want ik was op mijn werk. En toen moest ik ook naar mijn huis, ja. Ik kon de rest van de pers niet luisteren. Maar tot wat ik heb
hoor. Volgens mij zei ik die man de rest van de geld. Hey, Bob, tratata. Arakaka. Werk is geld. Werk is, de geld is weg. Het is niet duidelijk aangegeven of die mensen die geld gaan krijgen. Ik heb genoeg geld daar en ik ben woest. En ik zeg dat als ik in Curaçao was, ik zou precies bij die deur van Giro geweest zijn. Kijk, wanneer ik boos word, dan begin ik al te stotteren. Wanneer ik boos ben, dan begin ik te stotteren. People, if you know me, you know me. Man, wat heb ik nog meer geschreven? Deze vond ik het mooiste. Die Bob Tra zegt, om dit situatie te gaan oplossen, is een kunst. Kunst, maka. Weet je wat kunst is? Picasso, dat is kunst. Rembrandt, dat is kunst. Nena Sanchez, zij doet ook kunst. Kunst ki konyo. Kunst qua konyo kunst. Mika kunst. Dit is geen kunst. Dit is een kunst van die stijl. Dat er is gedaan met die mensen. Atra rakaka. Waar is die geld? Je hebt je toverstok. Atra rakaka gedaan. En die mensen zijn geld zijn weg. Dat is kunst wat jij hebt gedaan. Wat jullie hebben gedaan. Met die mensen zijn geld. Dat is kunst. Tovernanderij. Oplichterij. Dat is mijn opinion. Ik hoop niet dat ik nu als Niels, rest in peace zo, niet op straat kan lopen nu. Curaçao. Abri wowo. Hey. Jesus. Wat heb ik nog meegeschreven? Mensen met bedrijven. Oh, laat me die camera goed zetten. Mensen, als jullie bedrijven daar hebben. Ik voel met jullie, man. Dan zeg je tegen die mensen met bedrijven. Hun zullen vast wel nog een andere potje hebben. Hier en daar. Hallo? Hoe ver ik weet, hè? Luister goed wat ik zeg, Bob Tra, rakaka. Als die mensen een andere potje hebben of niet, dat is not your business. Die mensen hebben geld daar neergezet. En als ik... If I know what I'm talking about. Betaal je elke maand of elke na zoveel maanden betaal je om jouw geld daar te zetten. Ja? Dus mensen, kijk daarin. Kijk daarin, want je betaalt de bank om je geld daar te hebben. Dus wat betaal je? Betalen we een verzekering? Ik ga meteen mijn eigen bank zitten kijken. Hold up, wait a minute. Want je betaalt, maar wat voor betaal je? Je betaalt, is het een verzekering voor je geld op hun bank, in hun bank? Is het een verzekering van deze soort calamiteit? Hey! Jesus. Wat heb ik nog meer geschreven? Nou moet ik zeggen, ik heb die pers gehoord. En ik moet zeggen, er was één dame daar. Kijk, chapeau voor die andere mensen van de pers. Ik moet wel zeggen, ik kon de pers hun vraag niet goed horen. Maar er was een dame van TV Direct in Curaçao. Ahora. Germone. Chapeau. Jouw vragen was gewoon de vraag van de volk. De vraag van de volk. Je was gewoon menselijk op die moment. En ik was blij. Want ik was toen je begon te praten, ik was helemaal... Dat bedoel ik! Dat bedoel ik! En nu? En hoe? Kerst komt eraan. Mensen zijn... gaan pinnen om hun boodschappen te betalen in supermarkt. En dan staan ze daar voor Jan Piet Lul, terwijl ze geld hebben op hun rekening. Hallo, die geld is niet van Giro. Huh?
No, 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 no. Laat me eens zeggen, weet je. Die man zegt van, ja. Er wordt heel veel dingen gezegd. En gepraat. Dingen die niet waar zijn. Hallo! Dingen komen niet van zomaar. Oké, okay, ik zeg niet veel. Maar, nog een keer, die dame van TV Direct in Curaçao. Douchi. Your question was on point. En ik zeg het je, mensen gingen alleen maar klikken van yeah, yeah. Want dat is wat we wouden vragen ook zelf en horen. Beantwoord dat. Ik zeg het je, voor die mensen die in deze situatie zitten. Kijk, dit is, ik zeg het je, weet je. Ik ben aan het eten en alles, maar dit is mijn mukbang trouwens. En weet je, maar ik eet al als ik verdrietig ben. Zelfs als ik boos ben, eet ik. Ja, ik ben een emotional eater. And also drinker. If you know me, you know me. But anyway, mensen. Laat me kijken door mijn punten. Voordat ik dit een... Ik moet zeggen, de mensen die door dit heen gaan. Ik wens jullie alle sterkte. Alle sterkte. Ik leef 100% met jullie mee. Helemaal van Amsterdam. En ik ben ook puur. Ik ben puur Antilliaans. Hoe men zegt. Jukerso. Nancy. Mita. Maar. Ik woon een tijdje hier in Nederland. En ik mag niet klagen. Ik mag echt niet klagen. Weet je. En het breekt mijn hart. Om Curaçao zo te zien. Ik ben met vakantie gegaan met mijn kinderen af en toe, weet je. En Curaçao is duur. Curaçao is duur. 300 gram kersen. 21 gulden. Are you fucking kidding me? Een kratje bier. 50 gulden. Dat is €25. Are you fucking kidding me? Mensen in Curaçao, luister goed wat ik tegen jullie zeg. Hè? Luister goed. In Nederland koop je een kratje bier. Een kratje, een krat. Voor €13 à €14. En dan als je die krat met die fles terug brengt. Dan krijg je al €3 zoveel al terug. Dus dan heb je, laten we zeggen, €10 voor die kratje betaald. Dat is 20 gulden. Ja. Laat me niet praten over die pannenkoek. Want die pannenkoekmerk chef. Huismerk is dat voor ons. Huismerk. Dat ik zag in die winkel. 12 gulden. Uitgerekend €6. Hier is het bijna €2 voor die pak pannenkoek. Dat is €4. Mensen. En kom niet met boosten over transport en al die shit. Want als ik mijn grote ass voor €500 kan transporten. Die containers kost niks. Containers voor met spullen kosten niks. Want zelfs als je een doos voor met spullen transporteert naar Curaçao, betaal je 40, soms €30. Hallo? Curaçao? Ik zeg jullie, word wakker. Curaçao begint te duur te worden. Een blik sardine. Ik zag laat op Facebook, blik sardine 7 gulden of zo. Ik koop een blik sardine €1,50 hooguit. Want als je die goedkope merk koopt, dan betaal je €1 misschien. Dat is 2 gulden. Hallo. Niet normaal. Ik zeg het jou, niet normaal. Mensen, ahora. Wakker worden. En die situatie van Giro. Wakker worden. Ik wens alle mensen die daar doorheen gaan en die daar een account hebben. Ik wens jullie heel veel sterkte. Ik leef immens met jullie mee. En ik hoop en ik bid dat dit wordt opgelost. Mensen, ik zeg het je. Sterkte. Ahora, Silly in the building.